Vanavond om 9:50 is het weer tijd voor Ruimen is laat op Nederland 1. We hebben een geweldige show. We hebben onder andere professor Kwaku Kodongo die zijn analyse geeft over de overname van ABN AMRO door Barclays. We hebben rood-wit-blauw, de spelen vandaag met Dick Jol, de topscheidsrechter van Nederland. En tante S ontvangt niemand minder dan cosmetisch arts Robert Schumacher. De muziek wordt vanavond verzorgd door de top Kamina-formatie Sukrusani live in Suriname. Dus jij bent erbij, want zij zijn er klaar voor. Ja, toch? Ja! Vanavond, Ruimen is laat! Goedenavond, welkom bij de compilatie van Dit Was Het Nieuws. En we beginnen met... nieuwe taalpakquiz. Wie zit het meest onder de plak bij Rita? Alsnog grote protestdemonstratie tegen halalvlees Albert Heijn. Voorzitter, Greenpeace is sleutels kwijt. Omroep Max komt met eigen versie spuiten en slikken. Blinde herintreder slecht geplaatst door arbeidsbureau. Mag ik van jou, van veilig terugsturen, de Iraanse homo's? Kwartet. LPF-stemmer slecht in Nederlandse spelling. Zoon Bob Ross kiest voor andere aanpak dan zijn vader. Man wint foster parents kind. Seksexploitant kapot van het sluiten van zijn bordelen. Nu ook Domino D voor Parkinson-patiënten. Formateur Hoekstra neemt dierenpartij niet serieus. Welkom bij Dit Was Het Nieuws. En we willen alle vertrokken Kamerleden die we nog nooit hebben beledigd alsnog onze excuses aanbieden. Ah. Tegen. Voor. Voor. Nou, dit was natuurlijk de grote crisis. En zij is moe. Ja. En terecht ook. En ze moet... ze moet... lachen. Niet. Nee. Nee, ze heeft niet echt gelachen in de afgelopen tijd. Maar... dit was wel het... ja, ik vond dit wel leuk. Ik kwam thuis en toen dreigde de crisis zich te gaan ontrollen. En toen heb ik toch echt wel wijn opengetrokken en chips gepakt. Maar je moet wel Rita Verdonk nageven dat ze een show kan maken. Zonder haar zou er geen bal aan zijn in die politiek. Zonder haar had ik de hele nacht naar die Gwelskwellings moeten kijken. Ja, met mijn wijn en mijn chips. Ja, dat doet ze elke week. Dat vind ik ook. Elke week. Ja. We hebben dit 6 weken gedaan. Ja. Elke week zit zij erin. En dat is niet omdat wij dat zo leuk vinden. Want volgens mij vinden de meeste mensen hier haar afschuwelijk. Maar zij slaagt er toch in. En het rare is, daar doen ze niks tegen om elke week nieuws te maken. Nou, dat vind ik ook ontzettend. Ze houdt zich aan niks aan wat ze zelf zegt. Ze is niet recht door zee, ze liegt een heleboel bij elkaar. Maar het grappige is... nee, dat ben ik serieus. Maar het grappige is, elke week blijft ze toch weer iets nieuws. Een nieuw dingetje. Ja. Er zijn een aantal dingen die moeten Verdonk. Zijn we het helemaal over eens. Waar ben je het over eens? Dat niemand met Verdonk in het kabinet moet. Daar ben je het over eens? Niemand met Verdonk moet met ontslag. Na woensdag, zo snel mogelijk. Dus wat dat betreft zijn we het snel eens. Maar, klein argumentje erbij geven waarom? Nee. Nou, dat vind ik... nee, maar serieus. Wat ik heb gemist in deze hele campagne is iemand die gewoon zegt... het kan me niet schelen of je links of rechts, maar iemand...
die met Rita Verdonk gewoon als slecht mens zijnde in een kabinet gaat. Nee, dat ben ik heel serieus. Dat neem ik echt serieus. Als je met een slecht... Je mag allemaal je mening hebben, maar zij is een slecht mens. En uiteindelijk gaat het erover of je een goed mens bent en of je met goede mensen een kabinet... Ik begrijp niet dat wat jij nu zegt, ja, dat dat niet duidelijk door welke partij dan ook gezegd is van VVD... Prima, maar Verdonk is een slecht mens. Ja, weet je, slecht weet je, hart. Of ze nou het slecht hart, dat kan ik niet meer hoop ik tenminste, maar... Alles wat ze doet... Ik mag alles zeggen, hè? Ik ben geen imam. Ik mag alles zeggen. Ja. Ja, het houdt me niet op met haar. En het is natuurlijk... Kijk, Raoul heeft terecht gezegd dat het een slecht mens is. Dus dat, ja, ga ik nu niet, dat ga ik nu niet herhalen. Maar kan je niet vaak zeggen. Nou ja. Slecht mens. Het is een slecht mens, maar het is echt een ik slecht mens. Ik vind haar een heel... Ja, maar dat vind ik echt, nee. Wat mij nou het meest fascineert, er zijn gewoon 620.000 mensen die op haar gestemd hebben. Dat vind ik veel enger. Dat zijn mensen die geloven haar. Dus zij zegt, ik ben altijd duidelijk. Ze zegt in één zin, ik sta achter Rutte. En in dezelfde zin zegt ze, maar ik wil partijleider worden. En dan zeggen we, oh ja, dat is recht, dus jij is duidelijk. Nee, is helemaal niet duidelijk. Ze heeft toch een hele verkiezingscampagne gevoerd met doe mee VVD stem 2. Ja. Dus het is nogal logisch dat ze dan meer voorkeurstemmen krijgen. Bedoel. Nee, maar het grappige is dat het erg is, die 620.000 mensen, die trappen daar dus in. En dat is veel enger. Want dat zijn natuurlijk ook mensen die geloven ook dat Nederland in Afghanistan aan opbouw doet, denk ik. Die denken ook dat een WK-loting een eerlijke loting is. Die denken ook dat dit programma live is. En dat is ook zo. Die denken dat de Tros een familie is, weet je. Dat... En ik dacht, die debielen zijn er wel, maar er zijn dus nu officieel... en dat vind ik ook wel mooi om te weten... er zijn officieel 620.000 debielen in Nederland. Die naar Rita verdonken... Ja, dan moet ik nog even tegen ingaan. Jij bent een van die debielen? Nou, jij bent VVD. Jij bent van de VVD, toch? Ik ben zeker VVD, maar... Wat vind je van Jan Marijnissen, om even over debielen te spreken? Ik ben helemaal niet voor Jan Marijnissen. Hij zegt dat hij absoluut niet met CDA gaat praten... En vandaag lees ik in de krant, of ik bedoel gisteren, omdat dit natuurlijk live is. Ja, het is natuurlijk live. dat ieder punt is voor hem bespreekbaar. Nou, dat vind ik knap als geen compromissen en ik... Ja, maar wat heeft het met elkaar te maken? Nee, maar hij zegt dat mensen ergens intrappen. Ik denk dat mensen ook bij de SP ergens intrappen. Ik denk dat mensen overal ergens intrappen, maar bij haar vind ik er nog een laag bij komen. Namelijk, kijk, Jan Marijnissen is net zo manipulator als al die mensen... maar zij is ook nog een slecht mens. Oh, nou even deze kant. Ja, deze kant. Ja! 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 Voor alle mensen die nu boze brieven naar de Tros gaan schrijven... inderdaad, het heeft helemaal niets met de actualiteit te maken... maar je knapt er wel enorm van op. Voor Raoul en Pierre. Ja, we gaan van het ene mooie, leuke onderwerp in het andere. Zie maar niet zo. Ja, dit is de medailles voor de Nederlandse militairen die in Srebrenica waren. Ze hebben er lang over na moeten denken, maar ze hebben nu toch besloten om ze toch iets te geven. Nou, ik ben benieuwd naar jouw oordeel over deze situatie, Pierre. Ja. Want jij bent meer een man van de aanval, hè? Je bent niet van defensie, maar... het is een moeilijk geval, hè? Tenminste, wat ik erover heb gelezen... is dat het is heel onduidelijk of zij nou... want het is natuurlijk heel makkelijk om te roepen... ja, zij hebben het helemaal verkeerd gedaan... en ze hadden de hele boel moeten... ze hadden al die mensen moeten redden, maar dat kon helemaal niet. Maar ik vind het dan dat je dat moet je misschien vaststellen... maar om dan al die mensen een medaille te geven... denk ik, ja, er zijn toch 8000 mensen afgeslacht. Het is toch een beetje voor de zware tijd die ze hebben gehad, hè? Dat is een beetje het verhaal erachter, dacht ik. Maar is dat dan terecht, vind jij? Want er zijn mensen gewoon dood. Die hebben nog een zwaardere tijd achter de rug. Ja, die hebben een hele zware tijd. Misschien kunnen ze hiermee de boel afsluiten of zo. In hun hoofd, dat je denkt, nou, ik heb nu dit lintje, nu is het
Nu is het afgelopen. In die militaire kringen werkt het zo. Maar ik zou zeggen, pak het hondje maar weer. Ja. Okay. Of gaan we nu... of als jij nu een vrouw doorzagen. Of spring jij er even doorheen, zou ik zeggen. Of Antoinette, wie er zin heeft. Maar nu we dan toch over de doodstraf bezig zijn... wie kan er wat jullie betreft ook allemaal de doodstraf krijgen... als die toch niet wordt uitgevoerd? Hè? Wat is dit voor een... Oh nee, ja. Maar het is wel een ding. Iemand zei van, ik ben ook tegen de doodstraf, maar op zich zal het moe zijn. Niemand zal hem missen en het zal niet zo erg zijn. Maar dan denk ik, ja, dat denk ik ook van de bewoners van de Gouden Kooi. Want die missen zelf ook niemand, dus er kan ook niemand zijn. Maar er is ook een soort doodstraf, toch? Ik bedoel... Ik hoop het, ik hoop het. Dit is natuurlijk de man die voor jullie, want jij bent voor de Partij van de Armen... Ja. Die jullie nu moeten aanvallen, hè? Dit is de nieuwe tactiek. Jullie moeten nu Jan Marijnis aanvallen. Dat heb ik gelezen in de krant. Oh ja, ja, zo, ja dat heb Want ik vandaag die, niet die linkse kant die komt te veel op. En Wouter Gos die heeft dat te lang laten liggen. Maar nu moet hij dus frontaal de aanval op Marijnis inzetten. Dus dat doe jij nu via de soep? Nee, volgens mij is het prima soep. Jij kraakt nu de soep van Marijnissen. Nee, ik heb helemaal niks negatiefs gezegd over die soep. Heb jij de soep ooit geproefd van Marijnissen? Nee, dat wil ik nog heel graag. Dus ik zat even te kijken of ik de receptuur kon lezen. Maar even alle gekheid in de soep. Dit gaat over de SP natuurlijk. Ja, dat hadden we. De soep van de SP. De soep van de SP. Gaat lekker, hè? Ik laat je lekker in je soep garken. Ja. Nee, ik vind... Nou ja, we kunnen het over soep hebben. Wat voor soep maakt de Partij van de Arbeid dan? Ja, groentesoep, maar wel met balletjes. Ja? Want dat vinden de meeste mensen wel lekker eigenlijk. En jullie doen eigenlijk wat de meeste mensen willen. Dat is een beetje het standpunt van de Partij van de Arbeid. Ja, het is een hele brede volkspartij, dus wij maken soep met ballen. Jullie maken soep met ballen, maar groentesoep? Ja, want dat is ook wel zo gezond. Dat is wel gezond, maar met ballen? Ja. Ook vermicelli? Nee, dat vind ik... Vermicelli, schat. Is dat een natuurvriendelijke variant van de vermicelli? Dat is toch vroeger van GroenLinks? Zink Farmacelli? Of met... Heel goed. Ik denk, maak maar een slechte grap. Dat is tenminste iets. Of zo daar. Luister, wij zijn op... Nee, ga door. Ja, maar als je was de woorden toch? In andere volgorde knipt, is het iets heel interessants. Kijk, dit programma heet Dit Was Het Nieuws. Ja? En wat is er in het nieuws geweest met de soep van Marijnissen? Ja, dat hij vegetarisch was. Dat is het nieuws. Dat is alles wat er te melden is over de soep van Marijnissen. Dat is alles wat ik heb meegekregen over de soep van Marijnissen. Nou, dan maak ik het verder even af. Ja. Als je niet erg vindt. Zing eens een stukje. Kan je mooi zingen? Nee, ik ga echt niet zingen. Zij kan echt... Ja, kan ze mooi zingen? Kan... Zeg het tegen jou toch ook niet, val nog een stukje af. Ja. Dat is toch niet... Nee, dat is... Een kromme, domme vergelijking. Nee, maar iedereen doet waar hij goed in is. Daar ben je wel goed in, ja. Nee, jij bent enorm afgevallen. Ja, maar het is voor het volk helemaal niet leuk als ik hier ga zitten afvallen. Maar het is enorm leuk als mensen... Als ik nou zo... Oeh, en jij valt af. Dat maakt meer in je gaat zingen. Maar dan moet er een boek over schrijven. Nee, ik ga niet zingen. Waarom niet? Nee, dat wil ik niet. Maar beschrijf dan even wat je zingt voor de argeloze. Wanneer? Gewoon überhaupt de hele tijd. Kapontje. Ja, je moet je wel beseffen dat we bij een trosprogramma zitten. Die kennen alleen maar la 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 la. Dus je moet je wel jezelf... Je staat eigenlijk nu een beetje in het hol van de leeuw. Oh, je staat een beetje voor lul. Nou, zal ik een stukje zingen dan? Ja. Maar dan wel in het Spaans. Oké, een fadootje. Ja, een fadootje. Ja. In het Spaans. Dat is Portugees, hè? Sorry, ja. Zometeen gaat ze niet zingen. Hou nou toch. Madre, madre, madre. Llévame a los campos. Con la luz de la mañana, a ver abrirse las flores cuando se mecen las ramas. Madre, 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 tan caliente sobre el tallo que la brisa se quemaba. Abierta está la rosa, abierta estaba. Mooi. Wow.
Gewonnen, neem ik aan. Ja, je punten! Ja, nee, daar geef ik 17 punten voor. Die puntentelling die ik nooit snap. Waar ging het over? Weet ik niet. Het was gewoon een vader om te jou te geven. Een paard in de gang. Ja, dat vind ik ook. We zien een dolfijn. Oh nee, Wouter Bos. Wouter Bos verandert in een dolfijn. Ah. Wat leuk. Lief. Dan zien we Wouter Bos weer. Dat is een bouwagenda. Oude bril nog, hè? Dat is echt triviant dit. En die verandert in een... Wesp. Een wesp. Oh. Er zijn heel veel bakken en zien. Dit zijn wespen. Oei. Ah, daar ben jij. Met oude bril. En je verandert ook in een wesp. Juist. En jij. Oh. Nee. Wat dan? Ik verander in een... Oh nee, dat is Femke Halsema verandert in een tijger. Verandert in een tijger. Dit zijn... Dit is de LPR-fractie. Ja, weet ik veel. ja, nee, als we dit heel soort spelletjes... Heel veel ja. Ah. Dat is mijn favoriete dier. Geert Wilders. Ja, ja, dit zijn allemaal dieren die in coalitie veranderen. En dat zal er ook allemaal wat bij horen. Ja, ik meen, maar ik weet het niet meer helemaal zeker... dat of Bos of Balkenende een keer zich heeft laten verleiden... om te benoemen welke dieren hij associeert met zijn collega politici. Oh ja. En inderdaad, een tijgerin of een leeuwin of zo... heeft hij volgens mij toen met Halsema verbonden. Ja, maar en wat kunt u nou? U bent een wesp? Nou, ik ben een wesp of een tijger? Nee, een wesp. Ja, maar dat was Balken, dat was ook al een wesp. Ja, Balken is ook een wesp. En volgens mij had hij voor mij iets van Labrador bedacht. Een Labrador? Ja, dat had ik zelf wel leuk gevonden. Ja, ik vind een wesp wel goed, eigenlijk. En ik ben erg voor Labradors. Ja, ik vind een wesp, ja... Nou ja, Labradors zijn vrolijk. En als ze tegenslag hebben, gaan ze weer vrolijk verder. Dus dat vind ik wel een goede eigenschap. Ze rijden tegen je been, hebben ze knagen je tafel komen. Nee, en een Labrador kan ook goed in de auto. Dat is allemaal prima. Ja, jij gaat natuurlijk ook nooit met de trein. Nou, ik ga ook wel eens met de trein. Bijvoorbeeld als ik naar Parijs ga, ga ik altijd met de trein. Okay. Naar Roland Garros ga je met de trein? Ja. Met al die tassen, records, een sleepje, nou, de tyfus. Ideaal, van Rotterdam Centraal naar Parijs, 3 uur en een kwartiertje. En dan gaat iemand met je mee voor al die tassen? Nee, gewoon zelf. Ik ben het allemaal zelf. Gewoon de jongen geworden. Heb je wel eens... Geboren, ja, door de omstandigheden. Laatste jaar. Nee, maar als je daar met de auto natuurlijk naartoe moet, Parijs, rond die Arc de Triomphe. Vind ik altijd leuk met 16 stukken door de bocht schuren. Dan neem ik liever zo'n risicootje als wat wij net met de trein gezien hebben, als dat ik daar op die Maar geloven mensen dan wel dat jij daar bent? Want als jij met al die tennis, met al die tassen, denk je natuurlijk, ah, die wil een beetje interessant doen. Word je wel herkend? Nou ja, er zit wel een kern van waarheid in. Je krijgt wel eens dat mensen zo... Ben je het echt? Maar dat kun je zeg ik, ja, dat ligt eraan wat je in gedachten hebt. Ja. Ja. Maar nog even. Ik heb dit jasje aangetrokken, bijvoorbeeld. Ja, waarom? Nou ja... In godsnaam. Heb je dat zo gekocht? Er wordt gezegd, Mark Rutte is te onopvallend in de campagne. Dus ik denk, alles om Mark Rutte heen moet opvallen. Snap je? Dus dit is gewoon om Mark Rutte zichtbaarder te maken in de campagne. Nee, als je het zo ziet, dan werkt dat goed. Dat heeft hij ook vooraf tegen mij gezegd. Dat is echt waar. Vind ik heel lief van jij. Ja, toch? Ja, dat vind ik echt leuk. Dat was misschien beter geweest als je zelf had aangekomen. Ja, dat gaan we misschien zo meteen wel doen. Of misschien toch maar niet. Nou ja, waarom niet? Leef een keer, doe een keer, dat is toch leuk. Dit jasje staat jou echt geweldig. Labrador zou het doen, hoor. Echt waar. Nee, dit is zo'n klein dekje. Ja. Altijd heb jij in het leger gezeten? Nee. Mijn vader wel. Echt waar? Ben je er trots op? Vader? Was hij heel hoog of altijd? Nee, hoor. Nee. Adjudant. Ja. Zo zeg je. Hoogste rang onderofficier was dat. Ja, dat vind ik behoorlijk hoog. Ah, nee. Dat is het hoogste hier aan tafel, hoor. Heeft hij ook lintjes? Heeft hij lintjes? Heeft hij een helm op gehad? Nee, hij was vooral boekhouder. Boekhouder? Ja. Ja, ja. Wat is het grootste blunder waar hij een speldje voor heeft gekregen? Ik geloof niet dat hij er een speldje voor gekregen heeft, maar hij is wel naar Indonesië geweest. Voor de politionele acties. Oh, ja. Dat was ook een lintje waard, wat we daar allemaal hebben geflikt. Je hebt wel een bokaal waarschijnlijk, of niet? Een wisselbokaal. Ja. Want in de Champions League is dat, hoor. Indonesië. God, zie mij. Leeft hij nog? Nee. Oh, gelukkig. Ja, nee, voor de... Nee. Dat bedoel ik... Ja, dat is de directie, hè? Dat is echt heel handig, hoor. Ik bedoel, dat hoeft hij dit morgen niet te zien, begrijp ik. Dat lijkt me niet fijn. Je mag heel blij zijn als jij volgend jaar de hoepeltjes mag spreken. Jezus. Ja. Maandag kregen de militairen van Dutchbed 3 op initiatief van Matt Herbe... Echt waar. Een draaginsigne. Het lintje is bedoeld als erkenning voor de militairen... die niet verantwoordelijk konden worden gehouden... voor de val van de enclave in Srebrenica... Nabestaanden van de vermoorde Bosniërs protesteerden. Zij houden Nederland mede verantwoordelijk voor alle doden. Minister Kamp zei, het blijft een zwarte bladzijde.
Komt binnenkort een speelfilm uit, Dutch Batman. Die film gaat over een excentrieke miljonair die 's nachts een vleermuizenpak aantrekt en dan van een afstandje toekijkt hoe misdaden worden gepleegd. Een ex-Dutch batter was dolblij met de erkenning. Als we hadden geweten dat we hier later een lintje voor zouden krijgen, hadden we de vrouwen en kinderen ook meegegeven. Maar hoe diep zijn jullie bereid te zinken in deze tijd? Nee, dit is een serieus vraag. Want dit, ik vind wat Wouter Bos hier doet, dat vind ik echt over de grens. Ik vind, dit vind ik al onzin. RTL Boulevard is over de grens. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld gehoord dat jij aan de privé... dat mensen van privé, hè, dat zijn mensen die... Ja, ik weet niet of het lager dan RTL Boulevard kan, maar daar zit blijkbaar een gebied. Daar zitten kiezers. Maar daar doe je dus aan mee. Dus hoe diep ga je? Die redactrice van Privé die zegt van... joh, ik wil jou een dag volgen. Ik zou naar Brussel en Antwerpen gaan. En ze heeft een stuk geschreven. Wat natuurlijk voor driekwart die dag beschrijft allemaal kleine dingetjes. Maar voor een kwart gaat het gewoon over politieke inhoud. Dus ik kan in dat artikel een stuk kwijt waar wij als VVD voor staan aan deze campagne. Wat wij met Nederland willen de komende jaren. Maar kan jij je voorstellen... Ik vind mezelf helemaal niet slim, hoor. Maar kan jij je voorstellen dat ik en misschien nog mensen... ook zoals ik, maar daar ga ik niet voor spreken, maar dat ik iets heb, ik doe niet mee aan dit hele gedoe, want ik weiger om behandeld te worden als een debiel. En jij, niet jij alleen, maar jullie allemaal, nou, jij weet niet, want jij heb ik helemaal nog niet gezien, maar door dit soort dingen te doen, behandel je mij dus als een debiel. Nee, dat geloof ik niet. En misschien ben ik een debiel, dus moet ik zo behandeld worden. Of misschien zijn andere debielen. Ik ben het zeer met je oneens. Ja, dat zou ik ook zeggen, want anders slaat het helemaal nergens op wat je gedaan hebt. Ik zal je uitleggen waarom. Ja, maar begrijp jij... Ik begrijp jou. Wil ik eerst even uitleggen. Privé, dat is een blad voor... dat gaat over figuren die... daar gaan ze naar een begrafenis, gaan ze mensen fotograferen die huilen. Het gaat over de nieuwe borsten van Mariska Hulser, dat ze die gestolen heeft van Irene van der Laar. En die is op bezoek bij Gordon. Is dat en zo? Gordon die is weer de broer van Joling. Maar dat blijkt niet zo te zijn. En dan hebben ze ruzie. En dus nee, dat wist ik wel. Echt een niveau helemaal nul. Ik ga niet met jou een discussie aan over het niveau van privé. Het gaat me ook niet alleen om privé. Het gaat me om dat ik zie alleen maar mensen op tv en de kranten die ze gewoon... die je behandelt als... Wouter Bos die het ene moment roept... terwijl ja, we gooien iemand eruit die genocide ontkent. Ja. En dan ziet hij ineens dat alle Turkse stemmers weglopen. En dan zegt hij... oh, maar wacht even. De Turkse stemmers lopen weg. Ja, je mag het daar geen genocide noemen. En dan denkt dus dat ik zo'n debiel ben dat ik daar intrap. Maar Robert, dat is toch heel iets anders? Dat is toch een politicus? Nee, dat is heel iets anders. Dat wij debielen dat zijn. Is een politicus, ik wil er niet aan meedoen. Dat is een politicus die staat de draaikonten op zijn standpunt. Dat is heel wat anders dan dat ik probeer om een consistent verhaal dat wij volgens mij hebben. Jij begint, in de privé te krijgen als ik erin slaag om op die manier een publiek te bereiken. Wat niet naar Nova kijkt, wat niet naar Buitenhof kijkt. Waarvan ik het wel belangrijk vind dat ze dadelijk. Jij hebt ook, daarom, het is stom van mij. Ik roep nu Bos en dan heb jij weer... oh, we kunnen Bos pakken. Jij hebt ook de hele dag doe je ook dingen. Jij moet nu een beetje de partij aan de rechterkant pakken. Dus dan geeft er een vrouw geen hand ergens op een school. En dan zegt, weet ik dat mensen van gelijkberechting... Ja. Die zegt dan, nou, dat is helemaal niet zo erg dat die vrouw geen hand geeft. Hup, de hele commissie, wegwezen. Dat doe je ook alleen maar dat je denkt... oh, dan hebben we de wilde stemmers. Het is toch absurd, dat is net zo zielig. Het is toch absurd wat die commissie gezegd heeft? Dat is dus een mevrouw. Ja, en maar even het over. Waar het om gaat, er is een onafhankelijke commissie. En jij, het enige wat jij denkt is. Als ik nu dat even een standpunt inneem, nou, wat rechtser is, dan krijg ik weer die stem. En jij denkt dus dat ik een debiel ben, nou, dat ik dat geloof. Raoul, nou, ik ben geen debiel. Daar denk ik helemaal niks van. Dat denkt hij wel vaak. Ja, dat denkt hij. Maar dat denken ze allemaal. Hij is niet de enige. Maar nu mag Mark weer even. Raoul, dan begint het erop te lijken. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Je zou er ook eens van kunnen uitgaan. Dat ik het misschien echt vind. Stel nou eens dat dat het geval is. Wat is namelijk het geval? Dat ik het echt absurd vind dat in Nederland, waar we jarenlang tegen allochtonen volstrekt onduidelijk zijn geweest wat we van ze verwachten, dat er dan een commissie is die op een gewoon heel belangrijk punt, namelijk dat je in de openbare ruimte elkaar een hand schudt, want dat is normaal in Nederland, dat die commissie zegt, ach, die lerares die hoeft dat niet te doen. Ja, maar... Ik vind dat zo volstrekt idioot dat ik zeg, dan heeft die commissie van mij alle bestaansredenen verloren. Maar waarom ga je bij zo'n commissie gelijke behandeling dan niet zeggen, jongens, misschien moeten we herdefiniëren wat jullie
maatstaven zijn. Nee, jullie brullen meteen weg met die commissie. Dan denk je van, ja, dat is een beetje kort door de bocht. Omdat het niet de eerste keer is. Deze commissie heeft vaker uitspraken gedaan waarvan je werkelijk denkt, wat zijn ze aan het doen? En wat ik nou heel belangrijk vind in Nederland, we hebben heel veel Marokkanen en Turken. Sorry, even opzetten. Nee, maar zal ik anders weggaan? Nee, sorry. Ik probeer u met mijn jasje een beetje kleur te geven en meteen bam, weg. Zou dat voor jullie nou echt traumatisch zijn dat jullie te dikke kinderen krijgen? Als sportman en pedagoog of vrouw? Ik denk dat Richard daar niet tegen zou kunnen. Nee? Ik zeg niks. Ja, hoe is dat? Want jij zegt nu niks, want je hebt een... Zij is echt een sterke vrouw. En dat is natuurlijk leuk. Ik heb ook zo'n vrouw. Daarom zeg ik ook niks. Ik heb niks te zeggen. Nee, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Maar dat is aan de ene kant natuurlijk de aantrekkingskracht. Maar aan de andere kant is dat ook hartstikke vervelend vaak, of niet? Of heb ik dat alleen maar? Ik vind dat wel lekker, want soms komen de kinderen bij mij en zeggen, mag ik een koekje? En eigenlijk denk ik van... Ik zeg, weet je wat, ga maar aan je moeder vragen. En denk van, je zegt toch lekker nee. Altijd afschuiven. Juist, afschuiven. Maar jij bent oma, Hanneke? Ja, ik ben oma. En wat voor oma ben je? Beetje leuker, want je hebt blijkbaar een groot moedergevoel, maar hoe is je oma gevoel? Nou, de kleinkinderen vinden me geweldig. De ouders daarentegen hebben grote bezwaren. En waar zit hem dat op? In te snoep. Te verwennen. Te snoep. Dus alles wat je nu niet meer zelf mee eet, dat prop je in die kleine. Die zijn ook al op. Heb je al een deal gemaakt? Maar heb je ook een Achilleshiel als oma? Dat je zegt, nou gaat het te ver, dan ga ik slaan? Of dat soort... Nou, ik ben een Achilleshiel als oma. Een grote vlees geworden, openliggende zenuw. Dus eigenlijk alles is te veel. Het is echt zo zielig. Het is zo naar om oma te zijn, echt waar. Waarom? Nou ja, omdat je bent gewoon een dweil voor die kinderen, zal ik maar zeggen. Dan zeggen ze gewoon Bassie. Moet je toch maar tegen de abortuswet gaan stemmen? Ik heet Bassie. Ja. Waarom? Bassie, jij bent wel heel erg dom, hè, zeggen ze dan. Ja. 5 jaar oud. Maar waarom noemen ze dan Bassie? Dit is een te lang verhaal voor dit programma. Oh, maar het is... Ik denk meer gewoon... Laatst nam ik een telefoon op en toen zei ik met Hanneke. Toen zei ze, wie is Hanneke? Ik zei, dat ben ik. Nee, jij heet Bassie. Zo. Maar heb je dat helemaal niet, dat je dochter het op een gegeven moment gewoon over gaat nemen? Dat je dus 2 vrouwen in je huis hebt die jou helemaal overvleugelen? Nou, ze is wel... Over de baas van het land, daar vond ze interessant. En had ze iets van, goh, ze weet nu wie de baas van het land is. En, maar om mijn grappen, die ik zelf altijd wel heel goed vind, daar wordt niet meer om gelachen. En laatst zei ze echt de grootste klapper. Toen maakte ik een grap, vond ik zelf. En toen keek ze me aan en zegt ze, ik denk dat je in kleine zalen moet beginnen. Mag ik trouwens wel mijn excuses aanbieden? Ik heb in dit programma, heb ik Boris... Van Idols. Ja. Een seizoen lang toch een beetje geschoffeerd. Ja, nou. Ik heb geroepen, keep the short alive. Dat heeft hij ook gehoord, dat vond hij niet leuk. En nu heb ik toevallig, op het internet zag ik een filmpje waarin ik Boris een liedje zingt met John Legend. En dat is waanzinnig goed. Dus ik wil even hier van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik Boris een hele goede zanger vind. Dat is geen excuses, hè? Nee, wat is het dan? Excuses is dat je zegt sorry, Boris. Sorry, Boris. Ik dacht eigenlijk, maar dat kan misschien niet, want niemand weet dit nieuws, dat het ging over ons aquarium. Bij jullie thuis? Afgelopen week heb ik namelijk echt, als je nou hebt over iemand die iets doet voor de natuur, dan ben ik het, hè. Ik heb afgelopen week namelijk de goudvis gered. Nemo? Nee, Nemo, nee. Hij heet bij ons gewoon goudvis. Wij zijn heel creatief. We hadden namelijk de goudvis, die stond op een plank. Dat had mijn vrouw, hij stond al op de keukentafel, maar mijn vrouw zei... nee, we zetten hem ergens anders. En toen pakte ze wat en toen hadden wij een incident, hebben wij gewoon gehad. Toen viel er dus een vergiet op het aquarium. En op dat moment komt er een gat in het aquarium... en er begint kaart water te stromen. Maar toen kwam ik in actie. Toen heb ik zo onder de, in het water, heb ik zo het water met de vis gepakt. En toen rende ik snel naar de keukenkast en deed hem in een bakje. En toen zei ik, en nu gaat het aquarium, als we weer een nieuwe hebben, terug naar de keukentafel. Maar dat kunnen jullie niet weten. Als er een vergiet op jullie... Waar was dat vergiet van gemaakt? Van beton. Beton. Wij eten kosher en dat is allemaal met stenen. Heb je ook 2 keukens? Ja, 3. Oh, prachtig. Ja. Ik heb ook 3 vrouwen, hoor. Ja. Dit is de sukkelvrouw. Ja. Nee, dat is niet zo. Jawel, het is wel zo. Dit begrijpen ze toch niet, dus dat kan ik best zeggen.
staat er ook een klaagmuur in het aquarium. Ja. In plaats van een schapkistje. Ja, leuk. Ja. En wat zou het zijn, jongens? Of is het, er was ook, maar daar gaan we niet weer over. Er was ook weer een onderzoek naar seks of zo. Dat vrouwen in Nederland, stoute vrouwen of zoiets. Dat hadden Nederlandse vrouwen over zichzelf gezegd. Hey. Nee, ja, je moet je wel aangesproken voelen. Je bent een Nederlandse vrouw, hè? Seksartikelen. Ja, seksartikelen, mensen die zich voorbereiden op een vrolijke Sinterklaas of zo. Mag ik alsjeblieft een roe? Ja. Ja. Er is een groot seksonderzoek geweest. Kijk. Oké. Okay. En wie heeft er gebonden? Ja, nou ben ik opeens een vies keuk. Ja. Het is zo in de krant gestaan, man. Ja, ik denk, ik hou me lekker stil. Goed, ja, denk, jij komt wel. Nou ja, maar vertel. Nee, er is een groot... tussen alle peilingen door... is er ook een peiling gehouden over, over seksualiteit. Over hoe vaak mensen het doen. Of ze het wel eens in hun eentje doen. Of ze het met dit soort dingetjes erbij doen. Zoals een pinguïn dan ik binnen duwen. Ja, ja, ik zag gewoon een pinguïn. Was dat een seksartikel dan? Ik zag gewoon een pinguïn. Ja, ik ook. Maar de conclusie is dat mensen dat het de individualisering van de samenleving ook heeft toegeslagen op het seksleven. Maar, dat is dit is een mooi woord, maar je bedoelt dat iedereen gewoon zit te rukken? Ja. Ja, nee, dat is de. Ja, dat ja, een beetje wel. We hebben 1,3 miljoen troskijkers, hè? Dit begrijp je. Okay. Nou, nou weet ik ook waarom die bureaus hier zo wel staan. Ja, precies, ja. Ik heb er 3 pinguïns onder staan. En dan de functie van internet. Ook ja, mensen kijken. Ja, ik moet. Niet omdat het nou over seks gaat, maar ik vind dat soort onderzoek anders heel grappig. Want een van de dingen die in het onderzoek stonden was dat als je van de mannen die naar porno kijken op het internet. Daarvan slaat 88% de hand aan zichzelf. En eerst wat ik denk, die andere 12%. Waarom kijken die dan daar naartoe, weet je? En zitten die dan te kijken voor de leuke interieurs van die scènes? Of, ja. Of hadden die geen mening? Kan ook. Ja, geen mening. Die heb je toch of ook. Geen handen. Ja. Ja. Zielig. Maar hoe doe jij dat, Raymond? Want dan ben je op bij zo'n toernooi. Eentje op zo'n hotelkamer. Ja. Ja, vertel nou gewoon, dan ga je liggen en dan pak je een pot Nivea. Vertel het even. Ja, dit is weer de interviewtechniek van Harm. Ja. Ja. En dan ga je PTV kijken en dan zeg je de volgende ochtend dat je Jurassic Park hebt. Ja, ja inderdaad. Ja. Zoiets, ja. Nou, ik wil me hiermee vanaf doen door te zeggen dat ik alleen dat ik tot de 88% behoor. Dus, ja. Ja. Ah, dat is eerlijk. En je doet ook je handen zo omhoog. Van... Ja, weet je. Ja. Ik heb handen. Ja, maar hij heeft inderdaad overal pandjes. Kwantje hier, kwantje daar. En de gemeente wil dat heel graag allemaal centraal houden. Dus hij had ook een pandje buiten dat centrale gebied. En zei, nou, dan verkoop ik dat pandje. Dan krijg ik hier weer een pandje. En zo ging dat. En nu is er een wet en nu moet hij al zijn pandjes sluiten. Super kut voor die man. Ja. Super kut, zo heet ook een van die pandjes. Ja. Super kut. Super kut. Ja. Ze heet al zijn pandjes. Tenminste, de pandjes waar ik dan geweest ben. Die... Ja. Want mevrouw is toch een sukkel. Nee, dat is niet lief. Dat is niet lief, mens. Is dat bij tennis eigenlijk, was dat ook zo? Dat mensen echt zo schelden? Stiekem, als je gaat zitten daar, achter je hand ook zo... Hey. Nee, het was volgens mij... Nee, dat soort dingen gebeuren niet. En als je dat doet, dan... Ten eerste krijg je een hele grote boete meteen. En een waarschuwing, kon een punt verliezen. En als het heel grof was, dan was je wedstrijd kwijt. Het was waarschuwing, punt kwijt, wedstrijd kwijt. Dus ja, 3 keer wat zeggen. En als je echt heel grof was, dan ging je in 1 keer naar wedstrijd voorbij. Dus je lette wel op je woorden. Dus je kon wel denken. Ik had wel een grappige anekdote erover. Oh, dat, ik ga sowieso zeggen, oh, dit moet je eerst in de kleine zaal proberen. Nee, dit is wel... Nee, dat vertel ik. Er is een speler, die speelde dus. En die vond dat de scheidsrechter een slechte beslissing had genomen. Dus hij gaat naar die scheidsrechter toe. Kan ik ook een waarschuwing krijgen voor iets wat ik denk? En die scheidsrechter zegt van, nee. No, I think you're a fucking asshole, zegt hij. Oh, dat is wel mooi. Maar het is wel raar, ik woon toevallig vlak in de buurt. Heel toevallig, en ik moet heel vaak nemen. Ik vind het heel... het is toch een raar gezicht, al die vrouwen achter die raam. Want wij vinden het al normaal. Maar ik fiets daar dus wel eens met mijn dochter. En elke keer denk ik, van, ze vraagt daar nooit wat over. Maar nu weet ik niet of zij wel weet, van hier moet je niks over vragen. Of dat ze al lang weten dat het gewoon hoeren zijn. Nee, ik ben... Nee, ik, ik,
het is heel raar ding. Want er zitten gewoon vrouwen. Ik dacht, toen dacht ik uit haar ogen, dacht, ja, er zitten gewoon vrouwen in een ondergoed achter een raam. En dan lopen de hele dag mannen heen en weer en die rijden met auto's. In een ondergoed valt nog mee, toch? Hebben ze altijd ondergoed aan? Maar kan het niet zo zijn dat die dochter zo gewend is aan de situatie thuis dat ze eigenlijk denkt, ja. Ja, dat, was het dat wel echt een aquarium? En was het wel echt een goudvis? Het was een raam. Ja, maar het is wel een beetje raar. Dat is wel, ja, ik weet ook nooit zo goed, als je er langs loopt... Nou woon ik er niet in de buurt, maar of je nou wel of niet moet kijken naar die... Of je soort oogcontact, of juist niet, weet je. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Ja. Moet je dan beleefd zijn? Of moet je het negeren? Maar iemand negeren vind ik ook zo. Op de wallen blijven gewoon daar. Ja. Nou, ze kloppen ook vaak op de ramen, zo van dat ze in mij geïnteresseerd zijn. En dan vind ik het onbeleefd. Om niet even naar binnen te gaan. Ja, ga ik even naar binnen, ga je een praatje. En dan is het ook onbeschoft als ze iets aanbieden en je wil het niet. Dat doe je toch niet. En dan krijg je altijd een speciale prijs, dat zeggen ze tenminste. Ik had het hier een keer om de hoek. Ik rij hier weg, s'avonds naar een opname, springt er ineens een vrouw voor mijn auto, stop de car. En ik moet echt heel hard remmen om er niet overheen te rijden. En ze zei van, open op, open op. Dus ik denk, nou, een vrouw alleen, laat er maar in. Ze springt in de auto en ze zegt van, yes, well... Ze wees op een hele oude man in de auto, die zat er nog een beetje na te schudden. Ze zei, I try to fuck him and suck him, but he can't get it up. And now he wants his money back. En serieus. En dan ben jij dan... Dan zeg ik, nou ja, ik rij even naar het benzinepompje op de hoek. En toen halverwege was ze alweer over de schrik en zei ze... You've got very nice legs too. En dan zei ik van, ja, maar ik ben heel moeilijk. Ik heb net heel hard gewerkt en very gay too. Dus dag. Echt waar? Ja. Hier om de hoek. Dus dat was weer iemand van de directie van het hoek. Nou, iemand nog iets over de hoeren en dingen? Ik ben gisteren naar de hoeren geweest. Want? Een documentaire? Nee, naar de Febo. Ik haal het altijd door elkaar. Maar het was wel... Het was wel lekker. Maar ja, ik was dronken en je loopt er langs en je denkt, nou, ik had geld bij me. Maar je zal per ongeluk zo'n ruitje voor 1 euro opentrekken en er komt een hoer uit. Ja, precies. Hopen dat ze heet is. Ja. Wat een mensen. Dus kan jij daar nog even zeggen, is het aftrekbaar van de belasting? Ja. Handen klappen. Ja. Mensen gaan nu naar Duitsland om zich te laten opereren. En daar kan het redelijk snel. En dan kan je revalideren in een mooi kuuroord of zo. Of wat je, dat is allemaal, en dat wordt ook nog vergoed. Kortom, dat we hier nog zitten met z'n allen. Dat is een beetje raar eigenlijk, hè? En dat kan nu in Europa, maar dan willen ze volgens mij dan weer paal en perk aan gaan stellen. Want dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Ja, het is ongelooflijk. Ja, hè? Dat je dat weet. Waar lees je dat? Ja. Nou, ik weet natuurlijk heel veel van gezondheidszorg. Dat is mijn hobby. Ja, ik... nee, maar ik... Nou, goed, ik weet... Kijk, ik heb natuurlijk een hazellip. En, wat is dat in Duits? Hezellippen? Dat weet ik niet. Hezellippen. Ja, nee, ik heb één keer geprobeerd om daar een operatie te doen, ook in Duitsland. Maar dan... In Duitsland met een hazellip, dan maken ze je mond dicht en dan tekenen ze er een snorretje op. Dus dat liever niet. Dat heb ik maar even gelaten. Verstandig. Dus toen ben ik gewoon in Leeuwarden... Ben ik, bij de Turkse slager. Dicht geniet. Is het dicht geniet, ja. Nou, je hebt gewoon particuliere ziekenhuizen daar. Ja? Dat is het verschil. In Nederland is dat heel moeilijk, particulier ziekenhuis. Dan krijg je een licentie voor x aantal operaties. En als je dat quota hebt gehaald na 10 operaties... dan moet je het opnieuw aan gaan vragen. En opnieuw en opnieuw. En ja, dus uiteindelijk gaat het allemaal via zo de gewone ziekenhuizen. En die kunnen het gewoon. Ja, weet je, sorry dat je onderbreekt, maar jij praat echt met veel autoriteit. Nee, ben ik serieus. Zou jij niet inderdaad, niet voor de VVD, maar voor een andere partij? Nee, want dat is wel grappig. Want jij weet veel, maar je praat ook. Jij hebt echt iets van, ja, dat denk ik, ja, dat klopt ook allemaal. Ja, daar klopt niks van, maar het komt zo over. Ja. Nee, dat kan wel, maar dat is wel... Maar is dat altijd? Heb je dat ontwikkeld of ben je altijd zo heel... Nou, ik denk dat jarenlang in de media en misschien schade schandewijs, maar ik heb geen idee, maar even bedankt voor de... Je praat vrij zacht en dan gaan we toch een beetje zo van even luisteren wat hij zegt en dan... Dat schreef me ook. Ik praat zacht en mensen luisteren. Daphne zegt altijd je mond pot en ik versta er niks van. En wat zeg je dan...
Hiermee zijn we aan het eind gekomen van Dit was het nieuws van deze week. Maar niet voordat we hebben gekeken naar... ook Geert Wilders uitgeput door campagne. Turnster weet ongesteldheid goed te verbergen. Frans Bauer weer in verkeerde stemlokaal. Bejaarden ergeren zich het meest aan belletje trekken. Kampioenschap mierenneuken nadert finale. Beer hoort trein aankomen. Lik me reetje. Dit was het nieuws. Goedenavond. Bezoek ook onze website www.tros.nl. Maar het is nooit gebeurd dat iemand binnenkwam voor een borstvergroting, wakker werd en een penis had. Nee, dat is nooit gebeurd. Nee. Nou, je hoeft niet te lachen, met mij is het wel gebeurd. Is er in Europa geen sprake meer van recessie. Ik ontdek juist nieuwe beleggingskansen. Veelbelovende bedrijven waarvan u kunt profiteren. Ook als er nieuw succes gekweekt wordt in Europa, zitten wij er bovenop. Robeco, the investment engineers.